van Eindhoven is één grote chaos. Bij het bergingsbedrijf van Eik in Hulte staat de telefoon al de hele dag roodgloeiend. Vooral tijdens de ochtendspits regende het schademeldingen. Uitzonderlijk veel schades, vooral op de knooppunten rond Eindhoven. Knooppunten Breda-Zuid bij Annebos, heel veel schades gehad. Allemaal in de lussen en op- en afritten. Voor zover bekend bleef de ellende beperkt tot blikschade. Persoonlijke ongelukken bleven uit. Ja, mensen schieten van links naar rechts en ze letten gewoon niet op. Het is veel gladder als wat mensen verwachten. Mensen laten zich toch verrassen. Ja, absoluut. Mensen denken dat ze winterbanden hebben en alles elektronisch, dat ze alles kunnen. Maar ja, ook dat moet je eigenlijk aanpassen. Wat verwacht je van de avondspits? Rustiger. Stuk rustiger, echt. Want als voorbereid, als er niks valt, dan is het gewoon gestrooid. Is het gewoon echt goed te doen. Tot nu toe kunnen de bergingsbedrijven de drukte nog goed aan. Stiekem vinden jullie dit wel leuk, hè? Ja, natuurlijk. Zulke dagen is leuker als een regenachtige dag waar je alleen maar starthulpje staat te doen. Nee, maar dat werkt ook lekker ook. Echt gewoon volop in de meldingen. En dan is het gewoon druk en dan gaat de dag ook snel. Helemaal goed.